de krokant krabpizza is de pizza. Just be tight. All the girls, stop your feet like this. Uh-huh. This my shit. Yeah. Mass Effect en ik Mass Effect. Mijn ogen zijn echt helemaal op zip, man. Ik ben even emotioneel geworden op stage, man. Ik kreeg een handdoek vragen, hij is helemaal nat. Ik hou van jou. Maar kom alsjeblieft. Die man is er maar geboren, bro. We zijn er bij Toeset, let's go. Dat is goed. Hey iedereen trouwens, ik ben Michael Mani, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie allemaal kunnen zien is mijn oog helemaal fucked up. Ik heb koortsblazen op mijn oog. Dus ik denk voor iedereen zeker dat het beter is. Het is gewoon de hele dag zonnebril draag. Die mannen hebben net laten weten vanmorgen om 8 uur dat de timing verkeerd was gepland. Dus ik moet een uur en een half vroeger beginnen dan normaal. Dus we zitten in een hurry. Hallo. Hallo. Kunnen jij over ons openen alsjeblieft? We moeten hier parkeren denk ik. We zijn er. Ze dus willen John een beetje concealen voor de rest van de mensen. Ik ben er als surprise konijn. Pom 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 pom. Ook even mijn drip geswitcht. Wow. Dit is toch middelbaar, hè? Ja, ja. We zijn hier op de Universiteit van Boom. Trouwens, voor alle mensen die aan het kijken zijn, jullie kunnen vandaag ook merch winnen. Het enige wat we doen om te winnen is, comment jullie t-shirtmaat. Laat iets weten, bijvoorbeeld van oh my god, Michael Mani, die eerste show was zo lit. Of OMG, ik wou dat ik erbij kon zijn of zoiets. Like de video en vergeet zeker niet te abonneren. Let's go to the first show. We just arrived in Boom. Op een middelbare school. Mijn eerste stressfactor ooit. Ga je maar lijp zijn. Geen Mackie meer nodig, mannen. We hebben hier genoeg. De pers ik met tonijn. Ah, ik haat tonijn. Is dat? Nog niet. Dus Jelle aan het optreden, maar ik vroeg me af of dat Jelle die gast van Akko's die Carson was. Maar kennen jullie dat of niet? Ik Ik zeg wel iets, man. Tectonic style, zeg. Dat was ik gewoon op de botsauto. Nee, nee. Maar is hij dus niet? Nee. Oké, sad. Ik weet dat er veel mensen die kijken ook op Snapchat zitten. Dus, wie zit er op Snapchat? At Michael Amani. Alle mensen die kijken zitten allemaal op Snapmaat. Snapchat. Maar we zullen het even vragen aan de leeftijdsgenoot. Weet je wat is, hè? Soms wil ik een meisje zien. Zie ik een foto. Ah, wel, maar het is ook letterlijk daarvoor puur de huid. Ja, dus ik om gewoon... Ik zie die. En die ziet mij. Hij is of niet, mensen. Michael gaat zo meteen op podium. Wat moet ik niet achter een camion gaan verstoppen? Loopt een beetje uit de hand. Vandaag voor de eerste keer ooit Wayo samen met Jonah live. Ik ben echt zwaar hype, man. Ik ben benieuwd. Oké, dus. Eerste show van de dag. Hij speelde trouwens 3 vandaag. Ik weet niet of ik al gezegd had. Alles goed met jullie? Ik heb hier merchandise bij voor jullie. Luister, de deal is. Straks ga ik op mijn Instagram kijken op het einde van de show. En ik kies iemand willekeurig uit die mij getagd heeft. At Michael Mani trouwens. Voor nu wil ik jullie allemaal zien zakken als je ziet. Een beetje aan geniet van Mitch. We gaan nu even stickers op hem plakken. Kijk hoe de vibe is in het publiek. Laat je sticker op je plakken. Ja, doe maar. Hij is echt te stellen. Heel duur sticker. Ja. Ik moet zeggen, het is mijn allereerste stressfactor ooit en de laatste ook voor deze zomer. En die zijn de beste school die ik ooit heb gehad. Ik kan ook voor die anders. Hey, die gasten gooien heel de tijd zo truien en zo op stage en dan roepen die, hey Michael Mani, mijn trui. Niks te doen voor de YouTube video, de
de background alsjeblieft. Als de mensen foto's willen, je moet allemaal naar de zijkant komen op de baas. Wat is dit? Heeft iemand een stift? Pokémon kaart aantekenen, maat. Mijn dag is gemaakt. Michael, ik hou van jou. Je hebt een mooie bril. Nee, waarom niet? Gewoon met oog ontstoken is, gelijk de motherfuckers. Ja. Hoe heet het? Wat vond je van de show? 10! Ik denk 10! Echt dikke 10! Wat vond je van mensen? Wat vond jullie van de show? Ja, echt, hoeveel op 10? Hoeveel op 10? 10! Ik zie nooit meer. Je hebt het allemaal abonneren! En wat moet je ook nog doen bij te abonneren? Liken! Ik heb denk ik echt 200 foto's getrokken. Ik ben echt serieus. En ik heb op iemand zijn buik getekend. Ja, of course. Ik dacht dat je mij drinken gaf, maar zonder drinken te doen. Zeg, school lacht. We zijn kapot, bro. Mijn ogen is echt helemaal op zeep, hoor. Maar al die zaal eraf gewoon is. Een keer te zweten en zo. Maar het is wat het is. De show was lit. Let's get it! Maaike, zie jij een challenge gezien? Het is gewoon een beetje lullig. We hebben dat er juist met de kinderen ook gedaan. Met die tampons. Met die tampons. Jij moet die alsjeblieft even rond de middel binden, dat die hier hangt. En dan proberen erin te laten droppen. Dan gaat die zwellen. En als je kunt recht staan en hij blijft eraan hangen, dan is het gelukt. Het record van vandaag is 16 seconden. 3, 2, 1, go! Ik kan me een duwtje geven, want hij blijft zitten. Ja! Ja, dat is niet eerlijk, hè, broers. Kunnen maar. 12 seconden van Olivia! Let's go! Voilà, je mocht zo naar huis. Ik dacht al dit. Ewaars! Hallo. Het was wel een beetje klein publiek, maar... Chill toch? Was het chill? Ja, het was wel chill. Ze ging wel los. Heb jij je handen gewassen met die smetkinders? Dat is wel waar. Ik heb iedereen... Ik denk dat iedereen op dat plein heeft huis. Allee, we zien jullie graag, maar het is nog altijd corona. Hier, wacht. We blijven gehydrateerd en we blijven kloten. Oh, dat was heel straf. Mijn neus, helemaal mijn neusvloos doorbrand. Op het einde van de avond moet Waddox draaien op de laatste feest na mij. En dan pak ik de volgovers en dan ga ik hem eens filmen. Ja. Zeg maar, Michael. Mooie ketting. Mag ik die? Amai, makkelijk. Ik dacht legit dat die weg was, dat je dat daarom zei. Omdat iedereen constant kwam vragen aan mij. Mag ik een ketting? Mag ik een schoen? Mag ik een bril? Je hebt een mooie bril. Mag ik die? In één keer iemand in mijn DM. Fanboy van Michael. Christopher. Wat heb ik nog zo van voor u? Heb je nog 2 uur geslapen? De trein heb ik nog 20 minuten geslapen. En nog even op een bankje. Sammy is gisteren een feestje in Leuven blijkbaar voor die naar ons gekomen is. En die heeft 20 minuten gepit vannacht. Op de trein gestapt. Die heeft op een bank onderweg naar hier ergens geslapen blijkbaar. I don't know, mega random shit. Maar ik heb hem nu even in bed gelegd. Voor een paar uur dat wij nog even wat gaan feesten of zo of pre-drinken. Je vriend? Wist? Hey. Ga niet, hè? Wacht. Dat kan niet. Oei, maar, Is dat geweest? Super chill, man. Het was een kleine terror-sessie. Er al wat setjes of valt mee? Samen ligt boven in bed al. Al het krasje. Nice. Ja, die is. Voor dat benen nog weg, maar kan niet heel lauw. Hoppa! Mensen appreciëren dat niet genoeg, man, met een aftrekker. Ja, man. Hallo iedereen, welkom demonstratie bij Dis. Ik had het zo niet verwacht. Vandaag gaan we een leuk gerechtje maken, is echt heel makkelijk. We hebben hier dus een fantastische opener en dat is echt het beste ooit. Dat is de lifehack dat iedereen eigenlijk moet hebben. Je doet dat erop en je doet gewoon met veel enthousiasme. Klik. Mo. We gaan dat nog een keer doen, hè, voor de mensen thuis die dat niet nog een keer hebben, want ik denk dat het daarvan nog moet binnenkomen. Goh. Onze schone slaapster is ontwaakt. Hoeveel uur zijn we verder? Toch een dikke 2,5 sowieso, man. Ik pak zo mijn telefoon en ik dacht 20 minuten. Ik geef deze week ook t-shirts weg in deze video. Het enige wat je moet doen is comment achterlaten, abonneren, de video te liken. Subscriben heb ik al gezegd, bro's. Bij de pinnen blijven, hè. Mijn nichtje, verjaard. En mijn broer had gevraagd van, zouden jij een keer allemaal een handtekeningsje, want dat is het mooiste cadeautje dat ze kan hebben. Ik zou er wel iets onder leggen, want anders gaat het doorkomen langs de achterkant. Kwaliteit. Ja, kwaliteit t-shirt, snap je? Ja, amai, zo, dat is gewoon... Ik ruik gewoon Bangladesh. Zat het er niet in? Amai, spannend. Deze vind ik spannend. Made in...
China! Voor u. Maar Zak, blijft dus vanaf, ja? Niet vloeken eider, kijk er kindjes mee. Ah ja, shit. Amai, wat een scheet weer, moet je dat nu zien. Ik zou het niet geloven, maar we gaan naar OLF, openluchtfeef. Dat is de Zenne trouwens net aangekomen. Als je jezelf wilt voorstellen aan de mensen. Ja, ik ben Zenzi Benzi. Maar we hebben super veel chance, want hier echt letterlijk 10 kilometer verderop is er nu overstroming in de straat. Op weer een glas water. Ah, wie is daar? Wie is nog daar? Ah, lekker. Groovy. Wees Patty. Hoe was die fucking handje? Goed, hè? Dan ga je nooit een tweede keer... Nee, dat ga je niet doen. Nee, ja, dat brengt ongeluk shit. Weer, hè. Dan kunnen we eens afspreken. Ja, ja, maar ze is ook een lieve, hè? Ashi is trouwens ontwaakt van haar good sleep. Dacht ik, ze ontmacht. Thomas, organisator van OLF Nieuwkerken. Coach Blaas, als je stoppen. Ik was verliefd op de juf, van fysica. Ze heette juffrouw Monica. Voor de liefde, voor de juf van fysica. Ik had echt een scheidleerkracht fysica. Tot zo, bibies. Vandaag zijn we OLF Nieuwkerken. Ziek grote vuif hier in het Waasland. De mannen zijn nu aan het draaien. Half tien is waar hard staan, je weet het. Fan ben van klassieke muziek en ik heb gisteren een nieuwe edit gemaakt voor Shaver vandaag de te testen. Ik sta even mijn p***o aan filmen in de wc. Voor Michels die aan het editen is. Waar zijn de boys? Ik weet het niet. Ik weet totaal niet waar dat iedereen is. Nieuwe challenge, een shotje nemen op de trampoline. Maak er dan zoveel bro, waar is dat vodka? Ja, dat is de barren, dat is niet mijn schuld. Zit je of wat? Oké. Hoe gezellig is deze beste vrienden? Hey, alle springen! What the fuck, man? Crazy. Camera guys, Inception. Life is goed man, ik ben echt zwaar gelukkig momenteel. Goed hè? Ja, dat was echt fucking goed. Goedenavond hè boys. Ik love met de popo's. Meer gangster dan goedenavond naar de politie. Ik ben even emotioneel geworden op stage man. Ik zet mijn bril af en ik was aan het kijken en ik dacht zo van... Dat is uw I made it moment. Dat niet per se, maar even zo, life is good en ik amuseer me echt 24/7 basically in mijn leven en ik ben er heel dankbaar voor man. Echt super nice. Zeg Michael, mag ik een bril? Take two! Hey boys, we zijn de laatste show van de avond. Feel the air was mister. Let's get it. This is the rhythm of the night. Getting sturdy. Ik ben
bent te oud voor. Weet je, nu aan het draaien. En zijn bril is kapot, zonder dat hij dat door heeft. Kijk een bier op mij. Ik kreeg een handdoek vragen, hij is helemaal nat. Zeg, ik vind hem wel niet chill dat mensen bier aan mij gooien, man. Ik heb misschien dat echt niet. Mijn voet eigenlijk nat wordt, wat materiaal voor de organisatie. En dat doet wel kapot, man. Even een foto. Nice. We hebben Michael Amani achter de schermen. Sorry. Boys, ik kan niet liegen. Er gaat helaas niet veel content meer kunnen komen vanavond, vrees ik, want we zijn allemaal super zat. Oké, maar we gaan toch proberen. De vibe zit goed. De vibe is still good, hè? Willen jullie even een kleine repack? We geven die kleine repack. Hé, wat zo op een weekend? We zijn gaan dansen op OLF. En daar hebben we echt super veel pret gehad. Ik denk dat we de vlog gewoon best afsluiten hier of niet. Mannen. We kunnen er nog iets uitmonteren, Mich. Wil dat nog lukken? Dat gaat lukken, deze. Trouwens, er is toch een giveaway? Drop een comment, je weet toch. Ik ga Sami winnen. T-shirts. Nee, wat moeten ze doen? Subscriben, hè? Let's go! En liken. Like dat fucking video, Adrien is. Big love, merci om te kijken. Mwah! Nee, niet twee keer abonneren, want dan... Dan abonneer je. Ah, zwijg al, man. We zijn niet eens een minuut onderweg en Mitch ligt al te slapen. Wel tussen, Mitchie. Je wat kusje, of wat? Ja. Mitchie. I love you, bro. Binnen een paar uurtjes moeten we opstaan, want dan moeten we naar Sunrise Festival. Ja. Zondag naar een hondenfestival. Maar leg dat eens uit. Ik heb VIP-tickets gekregen voor mijn hond Marie. En is ze hyped, Marie? Of weet ze het nog niet? Is de verrassing. Mama, sorry dat ik flex. Ja. Dit is de tijd waar je mag zijn wie je bent, waar je